wanneer een brand ontstaat, bijvoorbeeld binnen in een ruimte, dan zal eerst de zetel, de gordijnen in brand vliegen. Vervolgens zal eigenlijk alles van afwerkingsmateriaal in brand schieten. En vooraleer dat eigenlijk de isolatie in contact komt met de brand, zal eerst alle binnenafwerking opgebrand zijn. Dus de isolatie die komt eigenlijk pas in aanmerking een keer dat hij effectief in contact komt met de vlam. Dus dat is na verloop van tijd en dat zal niet direct zijn. Het is niet omdat een isolatie een lagere brandreactieklasse heeft, dat het volledige systeem een lagere brandreactieklasse heeft. Het is voornamelijk de afwerking die eigenlijk de klappen zal vangen en de brand eigenlijk zal afweren. Je kan brandveilig isoleren met pier, maar daarvoor dien je eigenlijk de brandreactie te gaan beoordelen op twee verschillende niveaus. Dus enerzijds op productniveau en anderzijds op systeemniveau. Dus op productniveau is dan ons isolatiemateriaal op zich. En vervolgens ook het volledige systeem moet aan een bepaalde brandreactieklasse voldoen. En dan wordt eigenlijk het volledige systeem getest of moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. In projecten raden wij als Unilijn Insulation aan om onze Uterm Wall LE en Uterm Premium Wall LE te gaan gebruiken in een systeem met een gevelmetselwerk. Wanneer het een project betreft met een gevelbeplating, met gesloten voegen of met open voegen, raden we eigenlijk aan om onze Uterm Wall A en Uterm Wall A Premium te gaan gebruiken.